Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we boodschappen gaan of een gesprek gaan doen, zoals dat we zeggen, tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Eens kijken wat dat is wat ze willen zeggen. De kaarten zijn in ieder geval niet zo vlot aan het meewerken vandaag. En misschien is dat ook het gevoel dat je hebt dat niet alles zo vlot gaat. Of dat dat vlot supersnel gaat. Dat je niet altijd het gevoel hebt dat het in jouw tempo is. Dat kan. Dus laten we eens zien wat dat de kaarten zijn. Dus we gaan de mannelijke energie en de vrouwelijke energie doen. Gaan zien wat de boodschappen voor de verlangde rivier. Laten we zo leggen. 1, 2, zien we jullie dat kunnen zien? 1, 2, 3, ja. Dan nog eentje. Dat zijn er te veel. Maar die twee ga ik wel samen nemen. En dan voor de vrouwelijke energie. Oepsie, deze. De kaarten zijn nu all over the place. Dus er is blijkbaar heel veel die wilt gezegd en moet gedeeld worden. We gaan zien waarover dat subiet straks zal gaan. Voilà. En nog twee voor de vrouwelijke energie. Wat is dat de vrouwelijke energie wilt zeggen? Deze. En nog eentje. Nog één voor de vrouwelijke energie. Dat zijn er drie. Oké, ik ga ze nemen. En we zien dat ik had al het gevoel dat er meer dingen zijn. Dan hebben we de onderkant, I'm awakening. I know more than I'm letting on. Dus zowel beiden, mag je er eigenlijk vanuit gaan dat jullie allebei al meer weten dan wat dat jullie tegen elkaar zeggen. Dat je weet of... misschien is dat ook wat er ook zeggen dat jullie beiden al verder staan dan wat dat getoond wordt in de 3D of waar dat je de fysieke bewijzen van kan zien in de 3D. Oké. En we krijgen de Stargate Heart kaart. Aan de onderkant van dat Heart of Source. All encompassing love, unconditional acceptance and serenity. Als dat niet mooi is. Ik ga deze hier leggen. En hier deze, dit is de Stargate Heart, Heart Chakra Opening, Unlocking and Generosity. Ach, mijn god. Ze ziet, dat is eigenlijk ook het thema waar dat deze connectie, als je resoneert met de boodschap of getrokken wordt naar de video aan de hand van de titel, want ik weet nog niet wat de titel zal zijn. Ik denk dat ik het gewoon ook al mee ga houden. Maar dat is dus waar jij op dit moment en jouw twin sowieso ook doorheen gaat. Het mooie is ook dat groene. Het is de kleur van de healing. En hier zie je eigenlijk ook het teken. En het doet me aan te denken aan ons Merkaba. Want je hebt twee driehoeken boven elkaar. En dat is eigenlijk de mannelijke en de vrouwelijke energie verbonden. Waardoor je samen een soort van diamant creëert. En dat is ook hetgeen ik met het plaatsen van nieuwe vortexen voor de universele vlammen eigenlijk ook creëer per continent. Dus voor Europa één, Afrika komt er één, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en dan Azië en Oceanië. En dus elke continent krijgt zo'n diamant eigenlijk in die vorm. Dus dat is hier nu natuurlijk 2D getekend. Of wat, het een klein beetje 3D in. Maar ik denk dat je wel het principe snapt van de boodschap. Oké, wat zegt de mannelijke energie? Het gaat over union. Wauw. Onze liefde zal zich manifesteren doorheen de union van hart en mind. Van hart en gedachten. En dat is hetgeen dat je hier ook ziet. Dus mannelijke en vrouwelijke energie. En wat staat er ook mee? Uitbreiding van deze gebieden zorgt ervoor dat onze liefde verder kan groeien. En dat is ook zo. Het doet me vooral ook denken aan het feit waarin dat je zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten de wetten hebt. Maar waarbij dat je ook in eerste instantie altijd die eenheid in jezelf mag gaan creëren. Zolang dat je niet in staat bent om met je eigen mannelijke en eigen vrouwelijke energie te gaan werken. En dat je weet van oké, nu zit ik in mijn vrouwelijke energie. Nu word ik gestuurd om in mijn mannelijke energie te gaan stappen. En dat je dat kan doen vanuit de beide geheelde energieën.
dan ga je altijd nog een stukje getriggerd worden door jouw tweelingvlam. Omdat hij, als jij de vrouwelijke die bent, omdat jij de belangrijkste taak geeft om jou constant te triggeren, zodanig dat je schaduwen bewust wordt en dat je verder in je ruw kan stappen. En dus eigenlijk al je eigen gaven en talenten verder kan gaan ontsleutelen, openen. Wat zegt de vrouwelijke energie als reactie op de kaart van, of de boodschap van de mannelijke energie? Onze energie is standvastig, dus zit eigenlijk een beetje vast. En mooi om dat even te zien, wat staat er? Triggers sometimes happen to break the stagnancy and help the energy flow again. Dat is exact wat ik daarnet ook gezegd heb. Dus de mannelijke energie heeft als taak, als belangrijkste taak, zeker in het begin, om constant de energie van de vrouwelijke partij, of de vrouwelijke pool in de connectie dan te gaan triggeren. Omdat dat ervoor zorgt dat je vooruit gaat. Anders ga je altijd maar blijven vastzitten in bepaalde patronen of in een lagere verbinding. En dat is wat ik ook heel vaak uitleg aan de mensen die in tweelingvlam supportgroep zijn of die in één-op-één begeleiding zitten. De scheiding is eigenlijk dat je loskoppelt van elkaar. Dan ga je eventjes in een soort van separatie, geen contact. Dat kan één dag zijn, dat kan een week zijn, dat kan een maand zijn. Het is voor iedereen anders. En dan nadien, wanneer je weer allebei wat bekomen bent van de connectie en van de dingen dat je op dat moment eigenlijk kop tegen kop stond, bij wijze van spreken, dus waar je getriggerd werd, de schade waar je beiden in getriggerd werd, dan kan je vanuit een hogere frequentie, omdat je die stukken geheeld hebt, vanuit een hogere frequentie opnieuw weer aanhaken en weer een nieuwe hogere verbinding maken. Wat zegt de mannelijke energie? Ik ga doorheen een fysieke en een emotionele ascensie verschijnselen. Ik heb ruimte nodig om te rusten, zodanig dat van een hoger perspectief ik oude energieën kan loslaten. En dat sluit heel mooi aan met wat we aan het zeggen waren. Wanneer dat je doorheen je eigen ascensiestukken gaat, dan heb je ook die ruimte nodig. Ja, soms heb je de nabijheid nodig, maar nog meer heb je die vrijheid nodig. Want het is in die vrijheid, en dat is hetgeen wat ik vaak gemerkt heb, het is in de stukken, en zeker wanneer je heel hard meegaat, ook in de vanuit de liefde dat je voelt. Je wil natuurlijk niet dat diegene die je lief hebt, dat die pijn hebben, of dat die door zware stukken gaan, of denken dat ze de weg vooruit niet meer zien. Je wil ze helpen, maar ook dat helpen komt dus voort vanuit een stuk vervormde vrouwelijke energie. Omdat je niet voldoende vertrouwt dat de mannelijke energie het alleen aan kan. Maar jullie zijn dezelfde energie. Dus dat wil zeggen, als jij het kan, kan hij het ook en omgekeerd. Dus geef hen de ruimte dat ze nodig hebben. Neem ook die ruimte voor jezelf. Want dat is het superbelangrijkste. Het is in het alleen zijn en in de separatie dat de vrouwelijke energie eigenlijk het snelste hield. En wat zegt de vrouwelijke energie daarop? Reageert ze ook met een unionkaart en zegt ze, wij zijn één. Laat angst niet in de weg komen van deze waarheid. En dat is ook zo. En ook weer een verwijzing naar het feit van alles wat je als vrouwelijke energie of in je eigen mannelijke en vrouwelijke energie gaat gaan healen als Divine Feminine in een connectie, gaat dat automatisch en als vanzelf een reactie teweeg brengen in de mannelijke energie. Wat dat jij healt, kan hij sneller mee oppikken en verder gaan. Zo is het nu eenmaal. Wat zegt de mannelijke energie? Please don't give up on me. I'm trying to change, but it takes time. Geef niet op aan deze connectie. Geef niet op aan die persoon. Ja, sommige mensen gaan niet veranderen voor jou, maar dat is het ook omdat jouw tweelingvlam niet is. Wanneer dat echt jouw tweelingvlam is en jij doet het nodige werk, dan gaan zij, ongeacht de trauma's, ongeacht de innerlijke wonden, ongeacht de schaduwen of welke persoonlijkheidskenmerken dat er ook maar zijn of dat je maar zou vinden op internet, wanneer dat zij jouw tweelingvlam zijn, dan zullen zij vanuit de energetische en de diepe zielsconnectie die dat er is, in staat zijn om zichzelf ook te healen. Want ze gaan zelf vanuit hun vrije wil die keuze maken. Maar het is belangrijk dat ze dat zelf doen. Jij kan het niet voor hen doen. Dus ja, soms is het nodig om het uit te maken en een break-up te hebben met je twin in de 3D. Om hen de ruimte te geven om een aantal dingen gaan uit te zoeken. Want de mannelijke energie heeft het nodig om het fysieke te ervaren wat dat is om de vrouwelijke energie niet meer beschikbaar te hebben. Dat is het moment waarop dat ze belangrijke beslissingen nemen. De juiste beslissingen nemen. De juiste beslissingen. En dat ze kiezen voor zichzelf. En wanneer je iemand onvoorwaardelijk lief hebt, dan ga je niet verwachten dat ze jou op de eerste plaats zetten. Dan ga je verwachten dat ze zichzelf op de eerste plaats zet. Want als spiegel daarin, ga jij jezelf ook op de eerste plaats zetten. Want dat is de onvoorwaardelijke vorm van zelfliefde. Wat zegt de vrouwelijke energie?
Onze harten zijn verbonden. Neem een moment om je ogen te sluiten en voel onze connectie. En dat is ook de superkracht van de vrouwelijke energie. Door het feit dat ze zo verbonden is met zichzelf en met haar hogere zelf en met haar team. En laten we zeggen, zich veel sneller gaat gaan neerleggen bij het feit dat ze paranormaal begaafd is. En dus helderziend, helderhorend, helderwoend, helderwetend is. En dus veel gemakkelijker gaat ook gewoon vertrouwen op die telepathische connectie en die dingen dat ze doorkrijgt. Dat helpt ook de Divine Masculine om uiteindelijk daar ook op in te tappen en daar ook op te vertrouwen en te weten dat het zo is. En wat zegt hij? Want dan kregen we daar twee kaarten. Hier is het over communicatie. Ik wou je vandaag een berichtje sturen, maar ik was te bang. Ik weet niet goed of je van mij wilt horen of ik zelfs de goede dingen kan zeggen. En dan hebben we nog een andere kaart. Ik moet traag vooruit gaan met dit, maar vertrouw dat ik wel vooruit ga. Ook al lijkt het niet zo. En dat is ook zo. De mannelijke energieën voelen dat wat dat ze ervaren en de relatie of de connectie dat ze met jou hebben, dat dat niet is zoals gelijk welke andere relatie dat ze ooit gehad hebben. Dat net zorgt ervoor dat ze het zelfs gewoon soms liever gewoon onder een kristallen glas een bol zouden zetten, om het maar zeker niet kapot te maken. Herinner nog het de film van Bella en Beest. Ik was aan het denken, hoe heet die film nu alweer? Dus Beest is betoverd omdat hij vanuit zijn ego-stukken en vanuit zijn gewone gedrag heel veel mensen wegduwde en lelijke mensen verafschuwde. Maar die ene lelijke persoon was dus een tovenares die beeldschoon was, maar die zich dus vermomde als een soort van heks, een hele lelijke heks, zoals hij ze kende in de tekenfilms. En dus, zij had gezegd, als je niet je hart kan openstellen voordat je dat laatste blaadje van de roos afvalt, dan zal je voor altijd zo blijven als het lelijke monster, een lelijke beest. En dan komt er een meisje, Belle, en Belle ziet doorheen de façade van het beest, ziet zijn hart, ziet zijn ziel. Ziet wie dat hij echt is. En dus, doordat zij zo open is en zo onvoorwaardelijk is, overvalt het hem eigenlijk een stukje en gaat hij uiteindelijk zichzelf ook gaan openen. En dan op het einde van de film, spoiler alert voor diegenen die het nog niet gezien hebben, maar hè, dus op het einde van de film, dan verandert hij terug in prins, in de prins dat hij was, maar wel met een volledig open hart. En eigenlijk is dat een heel mooi verhaal, want de mijn twin heeft zelfs ook nog ooit gezegd van Belle en Beest is zoals, een beetje zoals ons verhaal. Niet dat hij er lelijk uitziet, in tegendeel. Maar het gaat om de symboliek erachter. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat dat is. Dus daarom zouden ze veel liever soms gewoon dan die roos maar bewaren en beschermen onder die glazen stulp. In plaats van het risico te nemen en een blauwtje op te lopen. En dat is hetgeen wat ik merk ook in mijn eigen connectie. En dat ik ook zie bij heel veel andere DM's. Dus we zijn zo bang, zo gekwetst uit vorige relaties, dat ze hetgeen wat ze hebben, het weinige dat ze misschien soms maar hebben, al is maar gewoon e-mailcontact of online contact of wat dan ook, dat ze dat zo waarderen en zo op prijs stellen, dat ze zoiets hebben van, ga ik dat op het spel zetten om er nog meer uit te willen halen. En dan zorgt dat ervoor dat ze vanuit hun wonen soms inderdaad heel traag stappen vooruit zetten. Maar ook daarin is het dan belangrijk om het vanuit dat hogere plaatje te zien en dan de tijd en de ruimte te geven om daar zelf, om dat zelf uit te vinden dat dat eigenlijk voortkomt vanuit de wonden. En wat zegt de vrolijke energie daarop? Ze had drie kaarten. Ik ben bang dat je iemand anders gaat ontmoeten vooraleer dat ik klaar ben om bij jou te zijn. En dat is iets die bij beiden speelt, bij beiden zit. Waarin dat we heel hard te confronteren met ons zelfbeeld en ons zelfwaarde. Maar weet dat als het echt jouw tweelingvlam is, dan maakt het ook niet hoe dat je eruit ziet. Dan maakt het ook niet dat je ouder bent. Dan maakt het niet dat je jonger bent. Dan maakt het niet dat je een andere cultuur hebt of wat dan ook. Want het gaat om de zielsconnectie. Het gaat om energie. Wat zegt ze nog? Er is een les die moet geleerd worden uit dit. Dan zal je zelf wel goed ondertussen weten over wat dat gaat. En we krijgen ook nog karmic ties. We have a past life connection. Ja, sowieso. Memories are surfacing either consciously or subconsciously. Het doet mij denken aan twee dingen. Enerzijds, natuurlijk is een tweelingvlam een connectie het verleden. Dat is de oudste connectie, verbinding die je hebt. Of dat je kan hebben trouwens. Omdat jullie op hetzelfde moment geboren zijn vanuit de bron. Al de andere zielen en zielsconnecties zijn eigenlijk later in jouw bestaans
leven of termijn gekomen als ziel. Dat is één. Maar twee, in sommige levens zijn we ook geïncarneerd met onze tweelingvlam. En sommige herinneringen, bijvoorbeeld bij mij was zo één van de levens dat wij samen hadden, was op Lemurië. Waar dat wij al bij hogepriester en hogepriesteres hadden, dat we een aantal kinderen hadden. En, dus de dingen die we daar ervaren hebben, dat is op een hele tijd geleden terug weer opnieuw bewust in mijn herinnering gekomen. Omdat het ook belangrijk is en verbonden is met dit leven, met deze incarnaties. Maar er zijn evengoed levens waarin dat we allebei geïncarneerd waren, maar hij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, in China en ik in Amerika, waardoor dat we elkaar nooit fysiek of zelfs nooit ontmoet hebben, want er was toen ook geen technologie en internet zoals dat nu is. Maar wat ik ook wel belangrijk vind om nog bij te zeggen, tussen tweelingvlammen onderlingen is er nooit geen karma uit te werken. Wanneer je problemen hebt met je tweelingvlam, dan heeft dat altijd te maken met je eigen schaduwen. Je eigen schaduw of de schaduw van je twin. En dat is nooit iets ten opzichte van elkaar. En dus dat is super belangrijk om dat voor ogen te houden, omdat heel vaak, dat zijn de dingen waarin dat je ook kan merken of dat je kan uitzoeken of te weten komen of dat iemand een karmische connectie is of iemand echt een tweelingvlam is. Geloof mij, als er stukken zijn waar dat je heel hard in getriggerd wordt en je neemt afstand. En na verloop van tijd, dus in het begin voelt dat rustig en dat geeft je vrede en rust. En dan van een tijd begint dat zo wat weer te borrelen en begint de afstand meer pijn te doen dan dat eigenlijk jou baat. Ja, dan is dat één van de mogelijke bewijzen dat het een tweelingvlamconnectie is. Echter, wanneer het een karmische connectie is, ga je dat ook hebben. Maar gaat het niet zijn vanuit onvoorwaardelijke liefde dat je weer opnieuw gaat verbinden, maar gaat het weer zijn vanuit die wonde. Omdat dat die les is dat je nog weer moet leren en dat stuk moet gaan healen. Bijvoorbeeld, een van mijn soulmates, waar ik mee gehuwd was, een van de lessen die ik met hem moest leren was van, omdat wij in de Romeinse tijd waren wij ook samen geweest, een koppel geweest, en toen mochten we niet, omdat ik van een boerenafkomst was en hij was een Romeinse soldaat. En toen mochten wij niet samen zijn. Toen hadden we niet de kans om vanuit onze vrije wil samen te zijn, omdat heel de cultuur toen anders was. Laat staan de verschil van afkomst. Dus nu in dit leven kregen we wel de kans om dat te doen, maar dat betekende niet dat we daarom moesten samen blijven. Dus op een bepaald moment had ik ook door van, ja oké, dat is eigenlijk de les die ik te leren heb. Het is niet, omdat ik nu wel de keuze heb om wel met die persoon een relatie aan te gaan, dat ik voor altijd bij die persoon hoef te blijven. Dus wij zijn een hele lange tijd samen geweest. We hebben ook heel veel dingen van elkaar geleerd. En nu nog als ouders van onze kinderen. Maar niet meer als liefdeskoppel. Dus, en daarom dat ik ook weet dat mijn ex een soulmate van mij is. En er zijn nog veel mensen zo op mijn pad gekomen die een soulmate zijn. Maar het is niet omdat ze een soulmate zijn dat ze daarom voor de rest van je leven en je leven horen. Dus ook daarin is het super belangrijk om echt naar binnen te gaan. Zeker als Divine Feminine, dat is je grootste taak. Om telkens naar binnen te gaan en het pad van binnenuit te gaan voelen. Dat, oeps, dat is een hele duidelijke. Oké, dank u. Daar hebben we Aartsengel Michael met I Am Presence. Dus dat is eigenlijk gewoon wie jij bent als ziel. Als je gewoon zegt I Am, dat zegt eigenlijk alles over wie jij bent. Alles wat hij zegt na I am, dus na ik ben, dat geef je ook aan het universum van dat datgene is wat hij bent. Ik zeg dus tegen mijn kinderen dat ze niet mogen zeggen van ik ben dom of ik ben verdrietig. Maar ze mogen wel zeggen, ik voel me verdrietig. Omdat het zo super belangrijk is dat je heel bewust bent van wat hij zegt na ik ben. Omdat dat een intentie is die je onbewust neerzet. En hoe onbewuster een intentie is die je neerzet, hoe krachtiger dat die ook gaat doorstromen in je realiteit. En dan hebben we nog aartsengel Raphaël met Earth Force, dus aardekracht. Dus voor diegenen die ermee resoneren, ga naar buiten, verbind met de natuur, een aantal dieren. En toen mij denken aan de video dat ik gisteren ook opgenomen heb, het aarde-element... is ook belangrijk om heel bewust rond te zijn. Want kijk van waar in de stukken, waar is het nog in je fysieke leven, dus in het element aarde, dat je niet voldoende vertrouwt en dat healing nodig heeft. Dus daarvoor kan je de groene vlam aanroepen.
Waar zijn de stukken waar je nog meer bewustzijn mag over krijgen, zodanig dat je dan met de violette vlam of met de paarse vlam al die stukken kan gaan transmuteren om nog veel meer de veruitdrukking en de belichaming te worden van jouw ik ben essentie. En dus vanuit jouw hart, je volledige open hartchakra en op een onconditionele manier de dingen te gaan ervaren zoals dat ze zijn. Want deze kaart moet ik je dichter tonen, zodanig dat je eventueel een screenshot kan nemen als je dat wilt. Ik ga dat met deze ook doen. Want in kleuren en afbeeldingen en woorden en muzieknoten enzovoort zitten er ook natuurlijk heel veel codes in. Ik kan dat met die ook anders ook nog eens voor iedereen die wil. Natuurlijk deze blinkt wat harder. Zo, voilà. En dat doen we dan met Rafael ook nog een keer. Dus dit zijn de energieën en de kleuren waarmee ik kan verbinden deze week. Of toch zeker wanneer je resonantie en herkenning voelt op de boodschappen die je doorgekregen hebt. Als je bijvoorbeeld ook last hebt van ascensieverschijnselen in deze week, wat duizelig in je hoofd, hartkloppingen, tintelingen, het gevoel dat je niet goed gegrond bent, dan kan je ook deze kleuren aanroepen om jou te gronden. Want hoe hoger je energie gaat, hoe krachtiger je grondingscoden moeten zijn. Anders ga je inderdaad constant weg. En dan ben je niet constant hier volledig in je volledige lichaam aanwezig. Dus het is belangrijk om regelmatig je grondingscoden opnieuw aan te passen en te optimaliseren. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ga deze video uploaden. En mocht je hulp nodig hebben, er is een actie komende waarbij je een transformatiesessie of reading aan 50% van de prijs kan reserveren. Die komt online vanaf 1 september. En of voor degenen die al snel zijn, is dat eigenlijk al actief op de website. Dan kan je alvast jouw reading of je transmissie reserveren. Dan ben je zeker dat je bij de gelukkige bent. Want de korting telt tot 15 september. En dan gaat de actieprijs weer naar normale prijs. En in de ganse maand september, dus de reden van eclipseizoen, want daar maak ik nog later een post over, dan is ook de cursus Manifesteer met Elementen aan 11% korting en de cursus Jezelf zijn jezelf blijven ook aan 11% met 11% korting beschikbaar. Je hebt geen kortingscode nodig, de actieprijs staat al aangepast. Dus als je zegt van oeh, yeah, ik heb nog wat tijd over op het einde van augustus nu, of de eerste week van september heb ik wat verlofdagen staan en ik wil ermee aan de slag gaan, dan is nu het moment. Voilà, ik ga het hierbij laten. Alvast een fijne dag en tot in de volgende. Dag!